Organiseer eens een evenement. Dat zorgt voor reuring in het centrum. Afgelopen zaterdag was het Fashion Food Festival in Haaksbergen en dat trok veel bezoekers. Dit festival werd door een bescheiden clubje ondernemers georganiseerd. Nadat wij het als organisatie hebben geprobeerd om alles een beetje, alle puzzelstukjes een beetje in elkaar te kunnen krijgen, zijn we bij de ondernemers eens gaan informeren van, goh, wat vinden jullie er nou van? Zouden jullie het leuk vinden om hier aan deel te nemen? En wij waren heel blij verrast dat er zoveel enthousiaste deelnemers meteen ja hebben gezegd en hier aan mee wilden doen. Dus ze waren zo enthousiast dat ze zeiden, leuk, dit is nou iets nieuws en iets hips voor Haaksbergen. En daar zijn we met z'n allen aan toe. Lange tijd waren de ondernemers daar niet aan toe. De ondernemersvereniging was een losse club individuen waar weinig uitkwam. Nou, er werd niet zozeer slecht samengewerkt, maar men wist elkaar niet altijd te vinden. Omdat de belangen kennelijk niet gezamenlijk voldoende werden uitgenut. En dat is door het samenwerken met via de Stichting Centrum Haaksbergen toch wel een aanmerkelijk verbeterd. De stichting is een samenwerking van de ondernemersvereniging, de gemeente en de Rabobank. Die heeft er namelijk een hoop geld ingestoken om te zorgen dat het centrum van Haaksbergen niet leegloopt. Nou, we hebben een aanzienlijk bedrag hier als Rabobank ingestopt. Wij kennen het stimuleringsfonds Economische Vitaliteit. En uit dat fonds hebben we de hoogste bijdrage ooit in Haaksbergen hier gestopt nu. Dus dat is een heel, heel vast bedrag geweest. Hoeveel? 16.000 euro. Hoe krijgen jullie dat dan weer terug? Nou, wat wij verwachten, kijk, en daar komt onze coöperatie eigenlijk ook terug. Wat wij verwachten is een stukje wederkerigheid. En dat betekent dus dat de inwoners en ondernemers van Haaksbergen klant worden of in ieder geval klant blijven. Toch is een goede samenwerking in de binnenstad noodzakelijk, omdat er steeds minder bezoekers komen. Kopen doe je wel op internet. Nou ja, wat je in ieder geval moet doen is herkenbaar zijn, denk ik. Voor je eigen inwoners, maar ook voor de consument van buiten. En dat proberen we op deze manier heel nadrukkelijk te zijn. En internet is erbij, hoort erbij, gaat ook niet meer weg. Dus je moet op een andere kant, op een andere manier, moet je invulling geven aan die fysieke binnenstad. En dat zijn we hier in Haaksbergen, denk ik, op een hele goede manier aan het doen. Maar als je zorgt dat je als ondernemer, winkelier goed bent voor je consument, goed bent voor je klant, als inwoner van Haaksbergen en omgeving wellicht over de streep te helpen om te blijven kopen en niet alles via de internet te regelen. Samenwerken, evenementen organiseren, het centrum een gezicht geven, het hoort allemaal bij de nieuwe winkelstraat. Zelfs de bank heeft er niet alleen geld in gestoken. Dat klopt. We hebben er veel uren in gestopt. We hebben er veel effort in gestopt. En we hebben inderdaad van ons stimuleringsfonds Economische Vitaliteit ook een behoorlijke bijdrage geleverd om opleidingen te geven aan ondernemers. Bijvoorbeeld voor social media. Hoe ga je nou met elkaar op social media op zo'n manier om dat je een enorme boost naar buiten kunt krijgen met activiteiten waar je mee bezig bent, met plannen waar je mee bezig bent, zodat je echt Haaksbergen een smoel kunt geven. Waar eerder maar een paar mensen altijd opnieuw de kar moesten trekken en richting moesten geven, zijn nu bijna alle ondernemers enthousiast en het werkt. Je hoort toch zo langzamerhand dat er een aantal ondernemers weer een beetje uit het dal komen. Maar wat we vooral zien, en dat vinden we prachtig, is dat ondernemers het nu zelf oppakken en er zelf mee doorgaan. Ze hebben die samenwerking gevonden, ze hebben vertrouwen gevonden en ze gaan met elkaar gaan ze iets moois maken van dit dorp wat enorm veel te bieden heeft gewoon. Dus wij zien die ontwikkeling echt heel positief. Ja. Haaksbergen is een gezellig en een heel mooi dorp en we vinden het heel leuk om dat op deze manier ook goed op de kaart te kunnen zetten.